Ik ga me even voorstellen. Mijn naam is Chris van Ingelichem. Ik werk voor Good Planet al 17 jaar en ik ben daarbij bezig met scholen te ondersteunen rond natuur- en milieueducatie, vooral in het Brusselse. Maar ik ben eigenlijk vooral ook heel veel bezig met leren en spelen natuur. En in deze sessie gaan we het daarover hebben. Het is de bedoeling om zo interactief mogelijk te werken, zeker in het eerste gedeelte. Daarvoor zou ik dan willen vragen, als jullie de eerste keer het woord nemen, om jullie heel kort in één zin even voor te stellen. Hè. Dus dan moeten we geen voorstellingsrondje nu doen. Dus het gaat vandaag in deze sessie over dekselbossen en buiteneducatie. En ik zou eerst samen met jullie even zo wat willen rondcirkelen eigenlijk. Dus het gaat eigenlijk over ruimte. Het gaat voor mij dan ineens ook eigenlijk over milieu en over omgeving. En dat zijn eigenlijk allemaal begrippen die voor een stukje overlappen. En het is eigenlijk vanuit die idee dat we eens een keer gaan kijken van hoe is dat eigenlijk in het verleden ook tijd en ruimte er eens even op loslaten, even filosofisch. Gaan kijken van wat is onze perceptie eigenlijk op ruimte. Nu, deze die kennen jullie waarschijnlijk allemaal. Knik nee als je het nog nooit gezien hebt. Ja, dus iedereen heeft hem gezien. Je weet al de vraag dat gaat komen, maar je weet natuurlijk ook al het antwoord van welke lijn is de grootste, de bovenste of de onderste. Je moet even antwoorden als je wilt. Even lang. Even lang. Dat klopt, hè, omdat je dat weet waarschijnlijk. Maar normaal gezien, dus wanneer dat je die vraag stelt, gaan de mee. Dus dat is ondertussen van eind 19e eeuw eigenlijk, dat die illusie eigenlijk ontdekt is. En de meeste mensen die zeggen dat dat 20% langer is, die onderste lijn. Maar de meeste mensen, moet ik er eigenlijk bij zeggen, de meeste mensen in het Westen. Want in de jaren 50, 60 is men onderzoek gaan doen. En bijvoorbeeld bij jagers-verzamelaars in Zuid-Afrika, maar ook bijvoorbeeld bij boeren aan de Ivoorkust, stelde men vast dat die mensen zeggen, zonder omhaal, dat is even lang. Hè, zonder dat ze eigenlijk, hè, dus wij weten dat ondertussen, omdat we dat al een paar keer gezien hebben, maar die hadden dat de eerste keer voor hun neus gekregen. En dat is even lang. Dus met wat heeft dat nu die ruimte te maken? Dus onze perceptie van ruimte is eigenlijk een stuk vertekend door de ruimte waar wij als moderne westerse mensen eigenlijk in vertoeven. Zelfs onze huizen, dus ik heb daar linksboven 100 wasser, kennen allemaal, dat is nog een redelijke dynamische lijn, maar eigenlijk leven wij allemaal in blokken, kubussen. Wij verplaatsen ons ook in blokken en kubussen. En als je dan bijvoorbeeld die tekening rechts bekijkt, dus die woonvormen in vele andere gebieden zijn heel anders qua vorm, veel ronder, veel dynamischer, veel natuurlijker. Wanneer dan we bijvoorbeeld naar ons straat- of stadsbeeld gaan kijken, dan zien we daar ook weer rechte lijnen, rechte hoeken met het vlak. En als we dat bijvoorbeeld in een natuurlijke, dus in een oerwoud gaan bekijken, is dat niet. In totaal anders. Dus we pakken dat even mee. Cognitieve revolutie. Zegt iemand dat iets? Mensen die Harari, Sapiens gelezen hebben. Wat zou dat nu kunnen betekenen voor ons op vlak van ruimte? En hoe dat we ons verhouden, die ruimte die. Kan iemand dat even toelichten? Nee? Ik zal misschien dan zelf even. En we gaan er straks nog wat over reflecteren. Eigenlijk is dat moment dat we ons eigenlijk bewust gaan worden zijn van onze plaats in onze omgeving, in de ruimte. Hè? Dus letterlijk en figuurlijk. En dat heeft eigenlijk toch wel wat gevolgen, eigenlijk tot op nu. Omdat wij eigenlijk heel bewust zijn van onze aanwezigheid en dus eigenlijk ook een redelijke verantwoordelijkheid. Er zijn ook dieren die een enorme impact hebben op hun omgeving. Dus dat je
Een kudde olifanten zien passeren, dat heeft wel wat impact. Maar wij als soort zijn natuurlijk nog veel verder. De landbouwrevolutie, dat is misschien de gemakkelijkere. Welke impact heeft dat op ons ruimtedenken? Sedentair. We zijn op één plek beginnen blijven. Ja. Ik weet niet, ja, dat heeft heel veel invloed gehad. En machtsstructuren en la la la. En management. Monoculturen ook nu. Hè. De landbouw is veel verder van de maatschappij. Het is echt gesplitst. Hè. Dus het wordt veel meer met machine dan veel meer in monoculturen, waardoor dat er... Ja, de consumenten ook veel minder verbonden zijn met de landbouw. Het loopt. En het is vooral dat we natuurlijk de ruimte nog meer naar onze hand gaan zetten zijn. Hè. Enerzijds door aan landbouw te doen. En dan, dat Jolan er net aan, hè, dus dat we ook meer eigenlijk in steden gaan wonen zijn. En dat heeft eigenlijk heel veel invloed, wereld is een keer gehad, op ons denken eigenlijk. Omdat... blijkbaar ons de linkerhelft van ons hersenen dominant gaan worden is. En dat biedt eigenlijk een beperkt zicht op de ruimte. Daardoor en ook ons limbisch systeem is eigenlijk veel kleiner geworden. Dus eigenlijk steden, wonen in steden, dat wordt niet enorm gepromoot, maar dat heeft eigenlijk een enorme impact eigenlijk op ons ruimtedenken. En wat er daar ook gebeurd is, is eigenlijk dus dat het immanente van deel uitmaken van de natuur, eigenlijk dus dat horizontale richting het verticale gegaan is. En het rentmeesterschap, dus dat wij eigenlijk in de joods-christelijke cultuur als mens eigenlijk boven de natuur gaan staan, heeft wel een implicatie. We gaan er zelfs een keer over hebben. De volgende stap is dan de industriële revolutie. Welke impact? Niemand? Ja, dan zit je natuurlijk ook met de klimaatverandering. Waarbij dat je via die omweg ook wel gaat beïnvloeden. Dus het heeft eigenlijk een enorme impact gehad. Dus we zijn daar nog eens een keer een stap verder gegaan. Dus die tekening dat we naar rechts hebben, dus de natural step, dat is misschien bekend. Dus eigenlijk hebben we eigenlijk doorheen de geschiedenis, maar zeker vanaf de industriële revolutie, een parallel technisch systeem bovenop het natuurlijk systeem geplaatst. Wat we eigenlijk ook dat natuurlijk systeem gaan verstoren zijn. En dus... een ecologische voetafdruk, dus dat is eigenlijk, dus we gebruiken onze ruimte als bron voor al wat we nodig hebben van energie en grondstoffen. Leefruimte om onze infrastructuur uit te bouwen, maar ook dus, ja, als afvalplaats. Dus dat heeft eigenlijk, dus de ecologische voetafdruk berekent eigenlijk hoeveel ruimte dat we daarvoor nodig hebben. Voilà, dan gaan we een keer even gaan kijken. Dus vanuit die verkennende ideeën, dus hoe dat mensen eigenlijk doorheen de geschiedenis hun, de impact op hun ruimte gaan vergroten hebben, stel ik al eens een keer de vraag op aan kinderen, maar bijvoorbeeld ook aan studenten, leerkrachten of volwassenen. Heeft de natuur de mens nodig? En wat zou jullie eerste reflectie daarop zijn? Nee. Nee, en waarom niet? Ik zie nog mensen knikken van nee. De aarde heeft heel lang bestaan en het leven heeft heel lang bestaan zonder mens. Dus dat lijkt me dan sowieso dat dat niet nodig heeft. Nu... En wij zitten allemaal, we hebben daar waarschijnlijk al veel over gedacht, maar eigenlijk het antwoord dat ik meestal krijg is ja. Dat is eigenlijk heel opvallend. En als je daar begint over door te vragen, beginnen mensen wel meer na te denken, zal ik maar zeggen. En dan stel ik ook de vraag omgekeerd, heeft de mens de natuur nodig? En dus nu zie ik iedereen knikken, dus inderdaad, dus dat is heel, heel duidelijk. Maar
toch is het zo dus dat wij ons vaak boven de natuur plaatsen. En dat heeft te maken een stuk met die perceptie dat er ontstaan is, maar ook die verschillende revoluties, dat we eigenlijk in een bijzondere positie gekomen zijn. Nu, doordat we ondertussen met zoveel zijn, is ook de ruimte onder druk. Daar straks is er al een beetje over het laatste kind in het bos. Het is van Loef even iets aangebracht. En dus we merken ook, spelen in bossen en zeker in stedelijke omgeving, hè, dus dat die recreatiedruk, dat er toch een zekere spanning begint ontstaan tegenover dan natuurbehoud. Hè. En dan stelt zich de vraag, waar kunnen kinderen nog naartoe? Dus dan wordt er eigenlijk een parallel speelweefsel ontwikkeld om kinderen toch maar uit de echte natuur te houden, zal ik maar zeggen. En wordt er ook gedacht over, zeker in stedelijke omgeving, van welke functies geven we die ruimte. En proberen we ook meer en meer met speelplaatsprojecten scholen bijvoorbeeld ertoe aan te zetten om ruimte te delen. Maar dat blijft nog altijd een hele gevoelige eigenlijk. Nu ga ik stilletjes aan richting... dus wat betekent dat nu eigenlijk voor pedagogie? Dus dan heb ik de pinnenmuts hier. En eigenlijk die twee onderste stukken, relatie... mens-natuur en inzicht van hoe zit die natuur in elkaar. Dus eigenlijk is dat de basis van natuur- en milieu-educatie. Als we daar dan ook het stukje relaties onder mensen, dus het sociaal en het economische aspect, dan zitten we eigenlijk met ons pinnenmuts van duurzame ontwikkeling. En als we dan... is iedereen bekend met Earth Education? Als referentiesysteem? Dan ga ik dat even... toch toelichten, en je mag daar direct zelfs op reflecteren, ook als je wilt. En dus wat wij heel belangrijk vinden, is eigenlijk wanneer dat we natuureducatie gaan inbrengen, en in een leersysteem, zal ik maar zeggen, dus dat we eigenlijk die natuur gaan begrijpen. Hè. Dus dat we inzicht hebben, wat zijn de energiestromen in de natuur, hoe hangt de natuur samen, hoe zitten de kringlopen in elkaar, en hoe evalueert eigenlijk hoe is de aanpassing in de natuur. En dus als basis ecologisch inzicht. Maar daarnaast, en daar wil ik vooral heel sterk op doorgaan, is het heel belangrijk om ook in dat leerproces eigenlijk heel veel aandacht te hebben voor natuurbeleven. Eigenlijk gericht op verbondenheid. Dus wanneer dat je werkt aan inzicht, ik snap de natuur en ik voel me er ook mee verbonden. Ik ben blij als ik buiten ben, ik kan me daar amuseren, dat is fijn. Hè? Dus dat positief natuurbeeld, dan verhoogt de kans ook dat we die natuur gaan respecteren. En dus dan komen we eigenlijk meteen tot zorg voor het milieu. En ik denk dat dat heel interessant is, ook in heel dat perspectief van educatie voor ruimte, om eigenlijk deze begrippen mee binnen te brengen. Dat we niet alleen over die ruimte gaan educeren, indicatie, maar echt voor die ruimte en echt via eigenlijk het verbonden zijn met die natuurlijke ruimte in dit geval. Reggio Emilia, is dat iets dat heel bekend in de oren klinkt? Dus dat is vooral in de pedagogie van het jonge kind. Dus geeft men eigenlijk het kind de plaats als eerste opvoeder. Ik ben nu bezig met de puzzelstukjes allemaal een beetje bijeen te brengen. Dus zullen we die in elkaar plaatsen als we echt wat inzoomen op de Nestelbos en de andere projecten. Dus de volwassenen, dus dat zijn ook wij, de milieu-educatie of educatie duurzame ontwikkeling, voor de ouders, leerkrachten, begeleiders in een crèche. Dus dat zijn eigenlijk de tweede opvoeders die eigenlijk de kinderen letterlijk en figuurlijk ruimte geven. En dus dat is dan meteen ook de derde opvoeder. En dus dat gaat zowel als binnenruimte, maar ook buitenruimte. En dus dat die eigenlijk zo rijk mogelijk wordt ingericht. En ook met losse materialen. En dat vind ik een hele belangrijke, daarom dat ik het in het vet gezet heb. En dus om ook die ruimte als opvoeder te gaan erkennen. En kinderen eigenlijk ook expressief daarmee laten om te gaan. Dus dat er een zekere creativiteit en een dynamiek kan ontstaan. Dus dat we niet alles overprogrammeren in die ruimte. Dus maar dat kinderen dat zelf mee in handen kunnen nemen en daar dat ook verantwoordelijkheid en zorg voor dragen. En dat vanuit een interesse die ze hebben als eerste opvoeder. En dus dat wordt heel weinig gestuurd. Het systeem van, dus concept van verbondenheid, dat is misschien wel iets dat
Wat bekender is. Dus in Vlaanderen wordt daar toch heel veel mee gewerkt, ook wanneer we het hebben over natuureducatie. Dus eigenlijk heb je verschillende sferen waarbij dan een kind of ook later dan als volwassene een verbondenheid wordt gelegd. Hè. Dus dat begint met zichzelf en de anderen, dus de meer nabij, ook de materialen die er zijn. Hè. Ik denk weer terug aan Reggio Emilia hier net. Ook de groepen en de samenleving. Hè. Dus dat is dan de ruimere groep en dan het levensgeheel, de natuur. Hè. Dus die verbondenheid dat ik dat straks ook aanhaalde bij Earth Education, is dan een belangrijk thema. Eigenlijk, en dat heeft heel veel te maken met die ruimte dat je krijgt om ruimte te beleven, eigenlijk om de natuur te beleven, om daar te mogen zijn en om daar dingen te mogen doen en zelf te mogen doen. Hè. Je kunt daar intentionele leeractiviteiten doen, maar je moet ook ruimte kunnen geven om kinderen om zelf een aantal zaken te doen. Toekomstvisie schoolspeelplaatsen haal ik er ook nog heel even bij, omdat we daar eigenlijk met een hele groep, een brede groep mensen eigenlijk gaan reflecteren zijn over wat dat eigenlijk die buitenruimte in de buurt van een school kan betekenen. Dus straks is er al gezegd, participeren is leren. Hè. Hier staat spelen is leren. Puntje 6 vind ik ook een hele belangrijke. Het sluit ook weer aan bij de eerste opvoeder, bij die belevingskansen, dat niet alles af is. Hè. Dus dat kinderen samen met volwassenen, kinderen en jongeren, dynamisch gebruik mogen maken van zijn ruimte en co-creatief. En dan ook weer dus dat delen van ruimte. Dus in weekends, in grote vakanties en zo, na de school. Dus waar het mogelijk is om dat te gaan doen. Dan gaan we nu even richting de nestelbossen gaan. Dus ik heb dat straks beloofd. Dus die verschillende puzzelstukjes zijnde. Die perceptie, hoe dat eigenlijk ons beeld van ruimte en onze manier en onze verantwoordelijkheid van ruimte door de eeuwen heen eigenlijk is geëvalueerd. De referentiesystemen van Earth Education, Reggio Emilia, verbondenheid. Dus gaan we nu een keer gaan kijken met ons projecten, die nestelbossen, hoe dat we dat proberen vorm te geven. Dus ons eerste nestelbos is eigenlijk de aparte VZ2, dus dat is Bellenbos in Afleghem. Wanneer dat je gaat kijken, straks staan er nog een aantal websites en linken naar de Facebook. Dus wanneer dat je dan de PowerPoint later krijgt, kun je daar rustig nog eens een keer gaan zien. Dus dat is eigenlijk bedoeld als educatief en sociaal project. Dus dat waren mensen die eigenlijk een stuk van een privébos hadden. Personen die in kleuteronderwijs betrokken waren en die daar wilden uitstappen. En eigenlijk vanuit die nood van kleuters om eigenlijk een kwaliteitsvolle ruimte te hebben, dat nestelbos gaan inrichten zijn. Dus de kernwoorden die staan daaronder. Het is vooral dus dat educatieve en dat sociale. Dus maar eigenlijk heel erg vanuit die kansen die zo'n ruimte biedt. En dan dus die nesten van de nestelbos, dat zijn eigenlijk verschillende plekjes die ingericht zijn in dat bos. Dus geïntegreerd eigenlijk in die bosomgeving. En die krijgen dan een specifieke uitgangsfunctie, maar kinderen kunnen dat zelf invullen. Dus je ziet daar een foto daarbij, dus met heel veel los materiaal. Dat zal een kooknest zijn, veronderstel ik, waar kinderen zelf aan de slag kunnen. Daar is heel weinig instructie dat erbij komt. Dus er zijn een aantal minimale afspraken. Bijvoorbeeld als je in bomen wilt klimmen, vraag toch vriendelijk aan die boom. Zie eerst een keer of dat die boom sterk genoeg is om je te dragen en doe maar. En dan trekken kinderen al ogen van ik weet niet wat, omdat ze dan nog nooit hebben voorgesteld gekregen om dat te mogen doen. Dus krijg je daar heel veel kansen om zaken te doen. En ze ontdekken zelf eigenlijk die nesten. Dan bekken we dat Kees Bot. Echt zo van kinderen lezen het landschap. Hè, die hebben heel rap door. En zeker met die verrijking, met die nestjes nog. Hè, dus wat ze vanzelf in die omgeving kunnen aan de slag gaan.
Je ziet hier kinderen bezig, dus met materiaal dat ter plaatse is, materiaal uit het bos nog wat aangevuld met ander materiaal om constructies te bouwen. Ik heb ook zo een workshop, Filip, jij hebt het al eens een keer meegevolgd, denk ik, het belang van kampen bouwen. En dus wat we eigenlijk gaan zien, dus door dat je kinderen die kansen geeft om eigenlijk op een dynamische manier in omgeving met die losse materialen in te richten, dus dat daar heel veel leerkansen in zitten, maar dat kinderen eigenlijk ook een stuk op hun verantwoordelijkheid wordt gewezen om dat landschap, die ruimte eigenlijk vorm te geven en om daar op een correcte manier mee om te gaan. En ze zullen ook moeten gaan onderhandelen, dus, want er zijn nog kinderen die dat materiaal willen. Dat is een zekere schaarste. Er zijn ook kinderen die ruimte willen gebruiken. Er is ook een zekere schaarste, dus dat zal moeten onderhandeld worden. Er zal een soort economisch systeem staan waar dat kinderen zelf eigenlijk vanuit spel dan gaan reflecteren. En als leerkracht, wanneer dat je zo'n dingen gaat observeren, kun je dat ook gebruiken in je klas om daarop verder te bouwen. Wanneer dat je bijvoorbeeld rond de waarde van geld of het belang van omgaan, hoe omgaan met het milieu of ruimte. En dus dan kun je eigenlijk refereren naar het spel van de kinderen dat je hebt geobserveerd. Ik kan nog wat foto's laten zien. En dus wanneer dat ik sessies geef voor volwassenen die kinderen begeleiden rond natuur, vraag ik altijd, spelen je graag buiten? Hoe lang is dat geleden? En een andere vraag is, maakte je graag vuil? Nam je risico's? En dergelijke. Dus, en dan zie je vooral bij oudere mensen dus dat inderdaad het geval is. En dan gaan we een keer verder kijken van hoe belangrijk is dat nu voor kinderen om dat te kunnen doen. Op de meeste speelplaatsen hebben kinderen, en het is nu ondertussen verbeterd, maar hebben weinig kinderen kans om dit te doen. En dus wanneer dat er al een evenwichtsbalk is, is dat meestal een aangekochte. Als ze ergens klimmen en klauteren, is dat op een krimrek. En dus we maken eerst eigenlijk die omgeving zo arm mogelijk. We gaan dat betegelen, dat is lekker proper. Dan gaan we een paar pannenkoeken en spaghetti slagen later ervoor zorgen dat er een duur speeltoestel is dat bepaalt wat dat kinderen daarmee moeten gaan doen. Omdat we eerst eigenlijk de omgeving als volwassenen eigenlijk bijna beroofd hebben van speelkansen. En gaan we dat dan kunstmatig terug invullen en daar hebben we dan veel centjes voor nodig of voor over. En op deze manier kan dat ook. Hè. Dus en kinderen zien direct natuurlijk, je moet niet zeggen, je mag daar opkruipen. En dus kinderen zien dat direct. En dus die beleven eigenlijk een heel positieve beleving van die omgeving en van die ruimte. Dat is uitdagend, ze proberen nieuwe dingen. Dat is beleven. En het is niet alleen kinderen, maar ook met jongeren. Dus hier zien we een aantal jongeren die eigenlijk in een time-out situatie zitten, wat problemen op school. We hebben die ook mee uitgenodigd. Naar aanleiding van een project dat we op hun eigen school gaan doen, zijn we dan ook zo'n nestelbos gaan inrichten zijn op de campus. Dus dat zij dat meebouwen eigenlijk voor de kinderen van de basisschool die daar ook op de campus zitten. En dat zijn gasten die echt stevige street credibility hebben, gelijk dat ze zeggen, maar hier in dat bos zijn die met de stokpaardjes aan de gang. Dus die kunnen hun daar ook nog best amuseren. Dus die hebben hun daar echt super geamuseerd. We hebben ook met gasten uit bijzondere jeugdzorg daar gewerkt en zo, en daar spelen gedaan. Dat we denken van, oké, we zullen maar zien hoe dat ze daarop ingaan, hè, of dat ze daarin meegaan. Maar in zo'n omgeving lukt dat ook. Dan verder betrekken we ook, dus hier zijn we aan de slag met een bedrijf op de weide voor het bos eigenlijk. Betrekken we ook volwassenen en vrijwilligers eigenlijk om alles mee vorm te geven. Dus het is eigenlijk een redelijke brede maatschappelijke betrokkenheid. En als we dan eens een keer gaan kijken naar het maatschappelijk belang ervan, dus zien we eigenlijk, we hebben ons in grote mate gericht tot onderwijs, dat er eigenlijk wel een overweldigende interesse was. Dus het eerste schooljaar hadden we een bereik van bijna 1400 leerlingen. En na 2 dagen inschrijvingen hadden we al 1000 leerlingen voor dit schooljaar. Dus dat zijn frappante cijfers, vind ik. Verschoot er zelf ook een beetje van. Want je weet dat op voorhand niet, van ja, in hoeverre gaat het aanslaan, zo'n concept.
Dus, maar er zijn scholen die echt met alle klassen komen. Er zijn er zelfs die een uur onderweg zijn. Wat dan misschien ook niet even goed is altijd. Maar die zeggen het is fantastisch en we komen volgend jaar terug. Of we komen meerdere keren in een jaar eigenlijk gewoon om die kansen te nemen voor de kinderen. Kansen die ze dikwijls in hun eigen omgeving niet hebben, niet op de school, niet op de plaats waar dat ze wonen. En dus dat ze echt die ruimte eigenlijk krijgen om die ruimte te beleven en daarvan te genieten. We zien daar ook heel veel kansen voor sociale projecten, want zowel in de opbouw als het gebruik. Dus hebben we ook projecten, gelijk als met bijzondere jeugdzorg, onder andere met generatie veerkracht, waar mijn kinderen echt terug kansen geven om samen buiten te kunnen spelen. En we krijgen dan ook steun van overheden en bedrijven, organisaties, om dat financieel rond te krijgen. En we zijn momenteel, hebben we financiën gekregen om ons eerste nestelbos echt in stedelijke omgeving te doen, in samenwerking met de gemeente Anderlecht. En dus daar gaan we nu ook starten. Alles wat je nu gezegd hebt, gaat niet meer over dat bellenbos. Of wel? Sorry, van... Gaat dat nog altijd over dat bellenbos, wat dat er nu uitlegt? Ja, dat klopt. Hè. Dus dat is nog altijd over dat bellenbos, maar we hebben de ambitie om eigenlijk meerdere nestelbossen over heel België eigenlijk te introduceren. Dus we hebben al verschillende plekken, wat als ze het zelfs vragen van willen dat hier komen doen, maar ja, we hebben ook niet altijd de capaciteit en de financiën om dat te starten. Maar dus in Anderlecht hebben we dus een nieuw nestelbos dat we nu gaan oprichten. Dus die plaats hebben we met de financiën, dus we zijn daar nu mee aan het starten. Het is de bedoeling eigenlijk om in alle provincies meerdere echt een netwerk van nestelbossen gaan uit te bouwen. Want dat bellenbos bestaat nog zo lang niet, hè? Dat bestaat nu een twee, drie jaar eigenlijk dat we daarmee gestart zijn. Hè. Dus met me eigenlijk een beetje wat proef gedraaid in het begin. Dus het is eigenlijk participatief ook opgebouwd. Hè. Dus door kleine groepjes te laten spelen, te zien wat daar gebeurt en daar verder op in te spelen. Heeft dat eigenlijk stap voor stap vorm gekregen. Totdat dat nu eigenlijk heel veel, heel intensief wordt gebruikt in bepaalde periodes. Maar het is redelijk groot van oppervlakte, dus de speeldruk is nooit echt heel groot tegelijkertijd. Hè. Dus dat de rust voor de kinderen en de ruimte eigenlijk ook gewaarborgd is. Ik weet het zijn hoor, want het is ja. Twee straten van waar ik woon. Ah ja, voilà. Goed. Dan zou ik graag nog even rond druk op ruimte daar straks hebben we eigenlijk een beetje aan. Wacht, ik kan even kijken naar de timing. Ja, we hebben nog even tijd. Hebben we even gekeken naar ruimte. Hè, dat staat onder druk. Er is heel veel verschillende functies in ruimte. Dus wat we een beetje in die ecosysteemdiensten proberen. Beeld te geven, zal ik maar zeggen. En dat zou ik met jullie nog eens even willen bekijken. En dus de tegenstelling dat we vaak hebben eigenlijk binnen die ecosysteemdiensten, kun je de vraag stellen van zijn er eigenlijk geen conflicten wanneer dat we... Dus de vraag van horen kinderen thuis in het bos, dus de buurman van Bellenbos, die zei, maar bos dat is toch niet voor kinderen? Zo, hè, die was daar heel erg van overtuigd. Zo, van, die kon dan niet snappen dat wij dat bos wilden openstellen eigenlijk voor de kinderen. En op zich kun je ook die vraag wel stellen van welke impact heeft dat nu eigenlijk op dat bos. Hè, dus, want er zijn verschillende diensten. Ik ga ze even overlopen hier. Hè, dus met de zaken hier. Dus eigenlijk het bos als inspiratiebron hè, voor creatieve activiteiten. De bos, hè, dus als plaats voor actie, hè, activiteit, hè, dus therapeutisch en gezondheid. Dan langs de andere kant hebben we natuurlijk ook het bos als leefgebied van soorten. En dus planten, dieren, paddenstoelen.
belang van CO2-opslag, het belang van waterinfiltratie en retentie en dan de bodemvruchtbaarheid. En dus dan nu de vraag aan jullie van waar zien jullie mogelijke conflicten of verenigbaarheid of waar zijn er aandachtspunten wanneer dan het vanuit die ecosysteemdienst die we verwachten van zo'n bosgebied daar ook. Ik had vooral nog een vraag, Chris. De voedselproductie, zit dat er niet bij dan bij de functies of de diensten? Ja, dat zit er ook bij, hè. Maar ik heb een selectie gemaakt. Er zijn in totaal een twintigtal. En omdat we eigenlijk in dat bos niet direct de nadruk leggen op voedselproductie, dat is dan jacht of plukken van vruchten, heb ik dat er hier een beetje uitgelaten. Dus, maar die andere functies, dus eigenlijk de vier rechtse functies, dus de meer zaken naar natuur toe. Ik ga dan even terug. Dus ook de regulerende systemen eigenlijk. Hebben dan we eigenlijk de linker zaken meer onder drie de culturele functies leggen. En dus wat dat, Nina naar verwees, is eigenlijk eerder dus de eerste reeks van functies die heb ik er eigenlijk een beetje buiten gelaten. Omdat we het bos eigenlijk niet echt als een productiebos beschouwen. Als het over die conflicten, de dingen die dat ik vaak hoor, zijn toch wel zo de combinatie van kinderen in het bos en volwassenen die daar tot rust willen komen. Dat vaak wel, dat ze dat gescheiden willen. Allee, dat veel mensen dat als iets zien dat gescheiden moet worden. En ook de plek waar dat voor dieren, hè, omdat die ook wel natuurlijk verstoord worden door het spelen vaak. Mm-hmm. Oké. Okay. Als ik erbij ben, dan laat ik wat in het midden. maar het is zo. Het is altijd een afweging dat je moet maken, denk ik. Oké, anderen nog? Ik denk dat er nog wel een aantal dingen over te zeggen zijn hier. Ik moest aan een gelijksoortig conflict denken, maar dat is ook, denk ik, hier in Vlaanderen extra hard, omdat wij zo weinig ruimte hebben en zo weinig ruimte voor het bos, dat gewoon hier dat conflict zo hard komt. Allee, zo die ruimte voor het dier versus al die andere dingen, gezondheid, creativiteit... Hoeveel plaats is er daarvoor, terwijl er al zo weinig plaats is voor de dieren om zich te verplaatsen, om zich... Ja, dus vooral dat met het wormke moet ik nu precies aan denken. Ja, dat met dat wormke, dat is eigenlijk vooral rond de bodemvruchtbaarheid. Ik denk dat daar ook al wel iets... Hè. Dus wat jij daar verwijst, is eigenlijk... Ja, het zijn marigoontjes, hè, dus eigenlijk het dus leefgebied van soorten. Leefgebied, Maar misschien dat we... hier ook nog eens iets over kunnen zeggen met dat wormke, dus bodemvruchtbaarheid en een massa kinderen in een bos. Ja, ze vertrappelen wel veel natuurlijk, hè. Dus ook de schimmelnetwerken in de bodem en zo, die kapot gaan van erop te lopen op de bodem. Ja, dus dat klopt ook, hè. Dus, en daar proberen we dan voor te zorgen, dus met toegankelijkheidsbeleid, hè. Dus dat er bepaalde zaken eigenlijk afgeschermd worden van betreding, hè. En dus dat de nesten eigenlijk zoveel mogelijk aansluiten bij het hoofdpad. Dus, uiteindelijk, je moet wel wat ruimte voorzien, hè, waar dat kinderen echt de bodem kunnen betreden, want anders dan ga je het niet, maar het is daar inderdaad wel zoeken naar een evenwicht. En die betreding heeft dan nog met andere dingen te maken, ook aan de rechterkant. Is dat onderste de waterhuishouding? Ja, waterinfiltratie en retentie. Allee, het zijn aparte symbooltjes, maar ik heb er maar één van de twee gezet. Maar het is de bedoeling om die twee eigenlijk... Ik weet niet of ze het echt... Allee, ze gaan dat wel wat verdichten natuurlijk, hè? Maar ik weet... Er moeten wel al heel veel oplopen, denk ik, voordat je dat zo hard verdicht, dat het water niet meer infiltreert in een natuurlijke ondergrond. Maar... Ja. Het belangrijke daar is, denk ik, dat we ook die strooisellaag zo goed mogelijk intact houden. Zodanig dat die eigenlijk ook wel een stukje van die
betreding kan opvangen. Hè. Dus, en dat dan ook, dat dan weer samen met je bodemleven, met je CO2-opslag. Dus eigenlijk zijn dat allemaal zaken die eigenlijk samenhangen. En kunnen die dan gecombineerd worden in een bos met deze zaken? En zo ja, in welke mate? Ja, Jolan? Ik heb, wat is misschien eerder een vraag, misschien iets dat ik gemist heb, maar met de nestelbossen, is het dan vooral het spelen of ga je ook met de kinderen of met welke groep dan ook, zorgen voor het bos? Bijvoorbeeld die strooisellaag. Ik zag daar zo ook ergens dat ze zo zaagsel ergens strooiden of mee speelden. Is er dat ook in die workshops of bezoeken of weet ik veel? Dus eigenlijk zo zorgen voor het bos? Er zijn een aantal zaken, momenten, dat we dan specifiek ook met kinderen, we hebben ook bijvoorbeeld wat aanplant- en beheerwerken gedaan, we hebben takkerielen gebouwd. Dat is uiteraard niet met die heel kleintjes dat we dat doen. En dus daar is dat eigenlijk heel erg op dat beleven, dat spelen en zo. Maar op vraag van de begeleiding, leerkracht of zo, kunnen we daar wel gerichte activiteiten doen. Maar dat is minder op eigenlijk beheer. Hè. Met die grotere kinderen wel. Maar wel gaat het ook altijd over zorg. Hè. Dus je krijgt de kans om die ruimte te bespelen. En anderzijds wordt er dan ook gevraagd om daar zorgvuldig mee om te gaan. Hè. En dat betekent niet dat je daar eens een keer geen tak kunt afdoen, maar je gaat geen boom volledig strippen. Dus we maken daar pijl en boog. Oké, dan worden dan eens een keer een paar willige takken afgeknipt. Maar dat deden wij vroeger ook, hè, als wij in het bos gingen wandelen. Dus die dingen zijn wel mogelijk. Zijn er nog zaken wat je van denkt? Hier moeten we toch wel extra aandacht voor hebben? Of... Ik kan even 2 minuutjes moeten missen, maar met conflict inderdaad met dieren en zo, is ook het plantenverhaal. Hè. Dus het stukje dat wij hier nu mee hebben, merken we inderdaad dat de bodem heel redelijk kaal is, wat typisch is. Dat hangt natuurlijk af van de druk dat je hebt daarop, hoeveel kinderen er komen spelen en hoe groot de oppervlakte van je bos eigenlijk is. Wat op zich geen probleem hoeft te zijn, hè, als de visie is om kinderen te laten spelen, dan moet je dat er dan bij nemen natuurlijk. Je kan natuurlijk nooit een bos behouden als je er niemand doorlaat in vergelijking met een speelbos waar dan kinderen inderdaad heel vaak gaan rondravotten. Ja. Maar dat is iets dat je moet op voorhand... Ja, het is zo. Ik ben blij dat je dat even aanbrengt, Marijn, want het is inderdaad zo, dat ben ik nog vergeten te vertellen, dus dat men niet volledige bos laten bespelen eigenlijk. Dus ook in Anderlecht. Dus het bosgebied wordt eigenlijk in 2 gedeeld. Dus 1 deel zal ingericht worden als nestelbos en er wordt dan afgescheiden door een natuurlijke takkeril van het andere gedeelte van het bos. Uiteraard, qua lawaai en zo, zal er altijd wel een beetje invloed zijn. Dat kun je niet uitsluiten, maar het is wel zo... Nee, wanneer dat kinderen bezig zijn in een grote ruimte, dat ze eigenlijk veel stiller aan het spelen zijn dan als ze bijvoorbeeld op een kleine ruimte. Want ik kom heel veel beroepshalve op speelplaatsen. Soms is het oorverdovend. En dus kinderen overschreeuwen elkaar eigenlijk en de decibel stijgen, omdat dat ze anders niet verstaanbaar zijn. En dus dat wil niet zeggen dat ze niet roepen of schreeuwen in een bos ook niet. Hè, maar het is eigenlijk op een heel andere manier hè, dat ze daarmee omgaan. Goed. Ik denk dat we hier wel redelijk wat hebben over kunnen reflecteren. Ik ga dan graag nog even met jullie naar de voorlaatste dia. Want nu hebben we eigenlijk ons vooral gefocust op eerst die puzzelstukjes rond de ruimte denken, rond wat dat ruimte-educatie kan zijn. En dat even toegepast op het concept van de nestelbossen. Maar er zijn nog... vanuit onze visie van natuur, vanuit Good Planet, hebben we eigenlijk een 4-luik, waar we eigenlijk aandacht hebben om de kwaliteit van de biodiversiteit, om daar rond te werken vanuit educatief standpunt. Dus wij zijn geen regionaal landschap of een natuurbehoudsvereniging, maar wij doen dat vanuit educatie. Dat de connectie mens en natuur krijgt bij ons heel veel aandacht. Dus denk dan dat concept van verbondenheid. En dan eigenlijk ook heel veel aandacht op die aspecten van gezondheid en dat samen
leven, samen zorg dragen voor de omgeving. En dat zit heel erg in ons programma Natuur verwerkt. En dus in eerste instantie heb ik hier nu dus dat nieuwe concept van die nestelbossen, dat we dat eigenlijk in een heel netwerk willen uitrollen. Dus wanneer dat je graag wat meer sfeermateriaal ziet, dus de Facebook van Bellenbos biedt heel veel foto's en filmpjes wat ik in, en ook quotes van mensen die daar al op bezoek geweest zijn, en dus van hoe dat zij dat ervaren hebben en hoe dat ze dat beleefd hebben. Dan Tiny Forest is dat concept bekend bij iedereen, dus in samenwerking met IVN uit Nederland. Dat is alweer in een stedelijke omgeving, dat we dan Tiny Forests, dus dat zijn eigenlijk de bosjes, de mini-bosjes, op tennisveldformaat ongeveer. Maar het is niet zo, dus weer al niet dat wij dan gewoon dat gaan planten, maar dat dat eigenlijk ook eigenlijk een participatief project is. We moeten natuurlijk eerst een plek vinden en de centjes om er eentje uit te bouwen. Maar dan is er eigenlijk, zijn er dus eigenlijk in een school Tiny Forest Rangers. Dat is meestal een klas van de derde graad, die dus betrokken zijn niet alleen bij het komen aanplanten, maar ook bij het opvolgen van de bos. Dus dat dat in goede staat blijft en daar ook geregeld komen en daar educatieve activiteiten gaan doen. En is er ook een buurtbetrokkenheid. Dus dat kan een buurtgroepje zijn dat al georganiseerd is, of een aantal mensen die daar zich als vrijwilliger in gaan interesseren en zich rond organiseren. En dus dat is vooral eigenlijk kleine plekjes, dus wat we ook wat die hitte-eilandeffecten proberen te doorbreken enerzijds, maar anderzijds ook die ruimte toch wel. Vaak gaat het over overhoekjes of zelfs verharde hoekjes die dan een heel nieuwe functie krijgen en vrij snel eigenlijk ontwikkelen tot plekken met een vrij hoge biodiversiteitswaarde, zeker als je dat vergelijkt met de beperkte oppervlakte. En zeker ook met de toestand dat die oppervlakte of die ruimte daarvoor had. We zijn al heel lang eigenlijk, ja, Good Planet was ook een van de pioniers rond het inrichten van speelplaatsen, speelleeromgevingen, en dat vooral in het onderwijs. We hebben heel lang het, een van de grotere projecten, Pimpje Speelplaatsen, dat hebben we ook samen met MOS gedaan, een bepaalde periode. En anderzijds hebben we aan de Waalse kant samen met Natagora, Oost-Lever, een project wat dan ook veel ambitieuzer is dan wat er aan de Vlaamse kant is kunnen gebeuren. En daar zijn ook van beide sites en met me. We proberen ook altijd, wanneer we zo'n grote projecten hebben, daar een publicatie rond te maken of uit te brengen. De publicatie aan de Nederlandse kant was eigenlijk al voorbereid voordat we met Good Planet daaraan gewerkt hebben, maar we hebben dat wel heel sterk mee in de markt gezet. En dan ook buitenschools hebben we onze publicatie Vitamine Groen, die ondertussen ook vertaald is in het Frans. Dus dat richt zich eigenlijk op kindjes van 0 tot 6 jaar. Dus wat we dan eigenlijk ook in de crèches en de IBO's, initiatief buitenschools opvang, een aantal ingrepen gaan doen. Dus dat is ook een participatief traject met de begeleiding. Of als de kindjes al iets groter zijn, dus ook met de kinderen, om eigenlijk die eigen ruimte te gaan inrichten met nog ruimte eigenlijk voor dynamiek om er zelf dingen te kunnen doen en met heel veel los materiaal. Straks is er ook al in de vorige lezing even aangebracht, dus dat het ook belangrijk is om inclusief te gaan denken. Ik denk dat de laatste jaren daar meer en meer aandacht voor is. Vanuit Nederland is onder andere bureau Fonkel al een aantal jaar terug met een groot onderzoeksrapport gekomen. En dat is nu verfijnd ook in de website, dus die heel gemakkelijk raadpleegbaar is. Ook in vademecums van AMB bijvoorbeeld vinden toch heel wat aandacht ook voor inclusie, zowel naar kinderen toe als naar volwassenen met een beperking. En we hebben eigenlijk ook dus vanuit die sociale hoek, zal ik maar zeggen, van de EDO en die natuur- en milieu-educatie, een project met Toerisme Vlaanderen, waar we 15 plekken eigenlijk gaan testen met verschillende groepen, zowel volwassenen als kinderen.
rond dat inclusief recreëren in de groene ruimte. Dus we gaan daar echt dan met de doelgroep naartoe. En we werken zowel rond communicatie naar de doelgroep. Dus dat ze hun goed kunnen voorbereiden voor een uitstap. Dat ze weten waar dat ze terecht kunnen. Welke mogelijkheden en beperkingen dat er zijn om die ruimte te gaan beleven. En anderzijds gaan we ook een aantal tips geven dan aan de inrichters. Er is geen budget om herinrichting te doen, maar wel formuleren we een aantal aandachtspunten, een aantal quick wins en een aantal eventueel grotere ingrepen wanneer dat ze een make-over zouden overwegen van bepaalde stukken. Ik moet zeggen, dat is een zeer, zeer interessante ervaring dat we daarmee aan het opbouwen zijn. En we hopen daar ook nog meer dingen mee te kunnen doen in de toekomst, om dat echt structureel eigenlijk vorm te gaan geven. Want wanneer dat we bijvoorbeeld gaan kijken naar informatie rond toerisme, dus de onthaalhuizen, musea, culturele centra en zo, daar is heel veel informatie. Wanneer dan we gaan kijken naar groene recreatie, vind je bijna niks eigenlijk. Dus op die sites, en we proberen ook dus die koepelorganisaties, die dus de belangen behartigen van mensen met een beperking, daar ook bij te betrekken, om ook zoveel mogelijk die kansen te geven. Ik heb het al veel gehad over kinderen en jongeren en volwassenen. En binnen die groep van volwassenen hebben we uiteraard ook de senioren die we niet willen vergeten. En daarvoor hebben we een aantal jaren terug eigenlijk zijn gestart met het concept van de generatietuinen. Waar we dus ook in een woonzorgcentrum of een dienstencentrum voor senioren eigenlijk gaan samenwerken met kinderen uit de buurt, al dan niet georganiseerd. Dat kan zijn via een school of gewoon een oproep of kinderen daarbij te betrekken of ook weer een buitenschoolse opvang. En dan gaan we eigenlijk samen ook weer een participatief traject aan om die ruimte eigenlijk een invulling te geven. Dat is zowel naar beleving en gebruik van de senioren als de kinderen en zeker ook samen eigenlijk geoptimaliseerd wordt. Dus daar hebben we ook ondertussen een publicatie kunnen van maken. Dat is ook een hele leuke video van een van de eerste projecten. En dus wat de senioren en de kinderen worden geïnterviewd, zeker de moeite om nog eens te bekijken. En dan, ik heb het straks al gezegd, in ons vierluik zit ook het belang van gezondheid. Dus de speelplaatsen die worden nu ook in het kader van het baseballonderzoek, dus bij een aantal universiteiten, ook MOS werkt daar ook aan mee en Good Planet, om eigenlijk speelplaatsen te gaan vergelijken, speelplaatsen die dus natuurrijk zijn ingericht, om die te vergelijken met anderen en om daar echt zowel naar geestelijke als naar lichamelijke gezondheid eigenlijk een groot onderzoek te doen naar de mogelijke positieve effecten van een natuurrijke speelplaats ten opzichte van de klassieke speelplaatsen. En dan een laatste projectje dat ik hier nog even wil aanduiden, is een moestuincampagne. Waar dat ook enorm veel scholen, zowel in Wallonië als in Vlaanderen en Brussel, zijn opgesprongen. En dat zien ze groeien. En dat is eigenlijk ook een ander aspect weer van ruimte. Dus om ruimte te gebruiken om eigen voedsel te kweken. Dat kinderen ook meer voeling hebben terug met voedselproductie. En zeker ook in de stedelijke omgeving of verstedelijkte omgeving. En mijn kinderen vaak heel weinig kans om daar nog mee bezig te zijn, helaas. En scholen bieden dan vaak wel de kans om voor kinderen om daar een keer een heel schooljaar eigenlijk actief rond te zijn. Voilà. Ik denk met dit verhaal, we hebben ons heel erg gefocust op die natuurlijke ruimte. Ik denk dat ook in de medo is. Hè. Dus dat al die aspecten van die werk rond natuur, duurzaam samenleven, duurzame ontwikkeling aan bod gaan komen. En dat zonder daar eigenlijk heel veel over, expliciet over ruimte te werken, door rond en voor die ruimte actief te zijn. Dus dat eigenlijk ook ruimte letterlijk en figuurlijk geeft eigenlijk voor educatie, voor ruimte.
Voilà. Ik hoop dat je ondertussen wat hebt kunnen reflecteren op een aantal zaken. Misschien hebben we nog een paar minuutjes tijd voordat we moeten afronden om misschien nog wat reflectie te ventileren. En dan wil ik u vooral al denken voor het samendenken. Danken voor het samendenken. Er zijn nog 3 minuten volgens ja. Ons doorgegeven wordt. Ja, inderdaad. Ik heb mijn wekkertje hier ook bij. Dat is, Mijn reflectie is vooral dat het spijtig is dat ik dat zelf niet als kind heb kunnen doen. Zoals meer in de... ja. Ik moest keihard aan de scouts denken. Allee, daar wel, zo in de jeugdbeweging, maar zo ja. Onze speelplaats moest ik ook denken aan wat dat je zei van tegels. En dat is eigenlijk wel spijtig achteraf gezien. Maar ja. We moeten dan misschien iets doen naar dat we anderen het anders kunnen doen. Hè. Dat was iets waar ik aan... Maar wij konden dan op het platteland althans, nog het veld in of het bos in. Dus maar kinderen in een meer stedelijke omgeving hebben weinig alternatieven. Dus daar is het zeker belangrijk. Oké, dank u, Jolan. Nog iemand anders dat even iets wilt? Ik vroeg mij vooral nog af, Chris, of dat je bij zo de aanleg van die tiny forest dan, of misschien ook als er in het bos... ik zeg ook dat jullie er nog aan het werken waren. Of jullie daar dan op focussen ook voor... wel nog wat voedselproducerende planten in te voeren, zoals, ik bedoel, geen moestuin, maar voedselbosstructuren. Omdat je zo de kinderen toch ook nog wel die extra dimensie van lokale voedselproductie kunt meegeven. Hè? Ja, dus er is inderdaad een ambitie om samen met IVN, maar dan in schoolcontext, ook mini-voedselbosjes eigenlijk te gaan brengen. En ook bijvoorbeeld binnen dat... Ja, wat ik heb gezegd, de Zie ze groeien campagne richt zich eigenlijk niet alleen in moestuin, maar bijvoorbeeld ook mini-gildes of kleinfruit of fruit of zo. Dus dat komt er eigenlijk. Hè. Dus dat is ja, dat groen, gezond, gezellig verhaal eigenlijk om daar ook wat breder te kijken. Maar in de nestelbossen zelf is dat niet expliciet de bedoeling om daar nog veel natuurinrichting te doen. Het is eerder naar speelinrichting binnen de aanwezige natuur. Tenzij dat er natuurlijk echt ja, herstelwerken om de biodiversiteit terug een beetje... dus dan ben ik af van het type bos wat we gaan vertrekken. Ja. Of de staat van het bos, ik zal het zo zeggen. Goed. Nog iemand? We hebben nog een minuut. Ja, ik heb nog een vraagje. Wie is er verantwoordelijk voor het bos terug op te ruimen bij die nestelbossen? Zijn dat de bezoekers? Moet dat terug allemaal in de oorspronkelijke staat worden achtergelaten? Als ze zo kampen bouwen of al dat materiaal gebruiken? Ja, dus het is zo. Dus, dat is misschien nog een belangrijke. Dus dat nestelbos staat niet zomaar open voor iedereen. Hè. Dus dat is op afspraak en dat is met begeleiding. Hè. Dus dat is een van de mini-afspraken. Hè. Dus dat het... dus ze mogen kampen bouwen, dat mag rust blijven staan. Dus, maar ze mogen geen dingen vernietigen of vuil achterlaten. Dat is een andere situatie. En we merken ook op speelplaatsen, dus kampen worden dikwijls afgebroken en heropgebouwd op een andere manier. Dus op zich is dat zelfs niet erg. Dat is eigenlijk dat we een zandkasteel maken, ja. Dat verdwijnt ook. Het is het plezier van dat maken vooral, of dat te hermaken, om met die materialen bezig te zijn. Dus,